Hallo, Jorne hier. Ik sta hier naast een mazoutketel. Maar deze zal hier ook niet blijven staan. Dus gaan we eens kijken of het eigenlijk mogelijk is om op de bestaande installatie een warmtepomp te plaatsen. Hier kunnen we de keteltemperatuur gaan wijzigen. En door middel van een infraroodcamera kunnen we ook de temperatuur gaan meten die door de leidingen stromen. Dus momenteel staat de keteltemperatuur iets meer dan 50 graden, 55 graden. Dus als we hier dan gaan kijken bij de depaar, staat dat nu op, ja, 48 graden. Die is nu aan het circuleren, dus warmte aan het afgeven aan de radiatoren. Dus als we hier nu deze knop verhogen naar 7, dan gaat hij hier naar 70 graden gaan. Dus hier gaat hij naar 70 graden gaan. Ondertussen zijn we bijna aan de 70 graden. We gaan even kijken wat dit met de temperatuur doet in de depaar, in de aanvoerleiding. Voilà, die is nu al stijgen tot 73 graden. En daarnet stonden we maar op een kleine 50 graden. Dus zo kan je ook al veel energie aan besparen door je keteltemperatuur wat lager te plaatsen. En door goed gedimensioneerde radiatoren, goed zijn eigen regelt. Voilà, de ketel is uit te slaan. Op 70 graden. Dan gaan we nu een keer de temperatuur, keteltemperatuur op 40 zetten. Dus op 4, 40 graden. Wel een poosje duren tegen het exact is. Dus we gaan hier kijken ook op de aanvoer van de radiator. Dat is eigenlijk super warm hier. Dat is eigenlijk echt niet nodig dat het water zo warm heeft. Dus nu gaan we wachten tot de keteltemperatuur gezakt is tot 40 graden. Ondertussen is de temperatuur al gezakt naar 50 graden. Eens kijken wat dit in de leidingen heeft qua temperatuur. 45 graden. Voilà. Dus die gaan nu nog verder zakken. De temperatuur zakt nu wel traag en traag. Dus dan nog altijd op 43 graden. Ik ga de ketel nu laten staan op 40, dus op een keteltemperatuur van 40 graden, en dit een paar weken laten lopen. Ik zal dan een nieuwe video opmaken en wat meer feedback geven of dat het nog altijd voldoende warm was in de woning. Dus voilà, hopelijk vonden jullie deze video interessant en hebben jullie het een en het ander bijgeleerd. Dus dit kan je eigenlijk gemakkelijk zelf doen. Is het nu een mazoutketel of een gasketel? Ik kan gewoon de keteltemperatuur wat bijregelen. Zo'n cameraatje kan je eigenlijk gemakkelijk zelf kopen voor een paar euro's, 20 euro's. Dan heb je er al. Kan je dat zelf een beetje aan uittesten en dan kijken eigenlijk of dat je eventueel ook een warmtepomp kan plaatsen op de bestaande installatie, of eventueel vloerverwarming gaat plaatsen. Of iets extra aanbrengen van isolatie. Het is ook te zien natuurlijk hoe oud je woning is en hoe goed hij nu geïsoleerd is. Dus bij deze. Hebben jullie nog vragen of wensen jullie meer info? Laat mij gerust iets weten. Mijn gegevens staan onderaan de video bij extra informatie. Dus hopelijk tot de volgende. En een duimpje omhoog.
en niet vergeten te abonneren. Tot later, bye bye.